Oh joh, wat is dit voor bijzonders? Ja, maar kijk, een heel pad vol met rupsen. Ze hangen aan een draadje. Dit lijken de rupsen van de eikenprocessievlinder. Maar dat zijn ze niet. Ik heb het even opgezocht op internet. En dit is de kardinaalsmutsstippelmot. Evenals de eikenprocessierups spint de rups van de kardinaalsmutsstippelmot zich in. Je ziet hier de zakjes die rupsen hebben gesponnen. Ze zijn leeg, want ze hangen immers aan die draadjes. Die zwarte puntjes die je ziet, dat zijn de uitwerpselen van die rupsen. Kijk, hier heb ik er nog een paar in zo'n zakje. Ze kruipen bij elkaar, spinnen zich in. Kijk, oh, daar kruipt er net eentje. En zo beschermen ze zichzelf tegen zangvogels. Tegen koolmezen en pimpelmezen die het op hun voorzien hebben. Nou, het leuke van deze beestjes is, ze zijn niet behaard. Dus ze doen je geen kwaad. Je hebt er geen last van. Tenzij je natuurlijk met ogen dicht door dit gordijn van rupsen wandelt. Want dan zit je opeens zelf helemaal onder de rups. Ik vind het wel een bijzonder gezicht. Ik heb het nog nooit zo gezien. Schitterend. Oh, ik ga ze weer eens even proberen te filmen. Ze hangen natuurlijk een beetje in de wind heen en weer te wapperen. Dus dat maakt het filmen een beetje lastig. Maar ja, ik vind het wel heel mooi hoor. Ik ga het proberen.